was ik aan het fietsen. En ik ga onder de kant even het afgangetje doen. Even kijken, ja, ik durf het aan. Hoppakee. Ja, makkie. Het is een stukje wat ik normaal met de mountainbike moet doen. Dat ga ik nog vandaag niet doen. Maar ja, een klein stukje dan. Eens kijken hoe modderig dat het is. Heel modderig. Eigenlijk is het niet de bedoeling om te gaan mountainbiken. Over de gewone wegen. En, ik ben op de leen rijden ongeveer. Nou, een stukje van de mountainbike route Aalst. Leen rijden route. Hier komen we op de mountainbike route. Doen we alleen maar tot het eind van dit paadje. Maar dan ga ik over het asfalt. Ik heb de mountainbike leren aan. Dan word ik helemaal vies. Oké, Garmin, het is nat. En, als je daarop ingesteld bent, is dat niet zo erg. Vandaag niet. Nou, dus zo'n plas. Gelukkig hebben we tegenwoordig een voorspatbord. Dan wordt het niet zo heel vies. Nou, hier liggen de plassen. Ik moet er doorheen crossen, maar zoals ik al zei, vandaag niet. Oké, Garmin, stop. Spraakbesturing van de camera. Die doet het wel. Af en toe moet je wat harder, duidelijker praten. Dat is tegen het fietsen. Misschien wel moeilijk. Garmin, stop. Ik kom op een zekere tijd op de uiteraard. Dus ik kom op de heide. Dit is een heel mooi fietspaadje over de vlakte. Links is een ven. En daar is een oude heide. Rechts. En de wildwissel. Is een jaar of drie geleden gemaakt. Een heel mooi stuk dit. De heide, als je in bloei staat, is het veel mooier. Maar ja, dat is deze tijd van het jaar niet. Hè. En als je rechts naar beneden, dan zie je een modderig pad. Nou, ik ben blij dat ik niet meer van mountainbiken. Om in grote modder gewend te worden. Dus op deze route. Oké, Garmin, stop record. Dan gaan we heen en weer over een knuppelbruggetje. Dat is leuk. Kijk, hier een knuppelbruggetje. En links en rechts is het vennetje. Het staat een beetje droog natuurlijk. Maar het is wel heel mooi. En, we gaan over het wandelpad. Het is niet de bedoeling om hier te fietsen. Ja, er is nou toch niemand. Ik doe het toch wel eventjes. Oké, Garmin, stop recording. Dan gaan we over dit kleine paadje. Leuk om even te biken natuurlijk. Het is eigenlijk alleen voor wandelaars. Maar ja, ik heb niet altijd overal iets vandaan, hè. Even genieten. Rechts is het vennetje. Een grote ven volgens mij. Bergop. Ja. Oké. Dan gaan we weer naar beneden. Dat is oké. Dan kunnen we kiezen. Even rechtdoor. Dat is misschien wel het leukste.
Garmin. Stop recording. Dus ik heb de mountainbike komt in. Maar ik fiets tegen de richting in. En dat is jammer, want dan zouden de takken nog te dichter bij de camera zijn. Dus maar hier kom je dan langs. Dan hebben we aan de rechterkant een grote heide met wat vennetjes. En links kom je uit het bos. Een heel mooi stuk. Ik zelf wat tijd. Oké, Garmin, stop recording. Zo, en dan komen we nu weer op het gewone fietspad. Wat ik eigenlijk bedoeld had te doen. Ik heb een fietsoor hier op mijn benen. Oké, Garmin, stop recording. Oké, Garmin, stop recording. Stop recording. Ja. We gaan over de snelweg waar jullie niks van kunnen zien. Want de camera staat te laag op het stuur. Maar goed. Toch kaartje zichtbaar hopelijk later een keer. En ik doe maar niet meer met de spraakbesturing de camera bedienen. Maar dat heeft toch wat problemen. Dus met een kopje gaat ook heel goed. Zo bestuur zit natuurlijk. Nou, het is de Valkenhorst. Een groot heidegebied. Links en rechts. Links moet je wel wandelen. Rechts waar het bos begint. Door de 500 meter kan wandelen. Stiltegebied. En dan mag je niet komen. Dus, ook een mooi gebied om te wandelen. Als je alleen de mos hebt gehad, een grote heide hebt gehad, kun je dit mooi even door doen. Dan komen we bij de parkeerplaats van alleen de mos. Ja, we liggen naar rechts kijken. Dan kunnen we weer, volgens mij, gaan we rechtsaf. We hebben hier een kwartje gelet. Nou, dit is ook erbij. Dan gaan we weer op een schitterend fietspad. Maar nou, door het Leenderbos. Dan gaan we om Dommelen heen. Of dwars door Dommelen, dat weet ik nog niet. Dan gaan we weer terug naar huis. Op dit fietspad, door het Leenderbos, gaan we goudgele grasvlaktes. Klinkt lekker. Goudgele grasvlaktes. De grasvlaktes zijn een mooie geel. Maar het is natuurlijk wel mooi. En mochten we ook andere fietsers tegen. Wandelaars. Maar het is ook wel rustig. Op deze nieuwjaarsdag. De eerste dag van 2018. Door de regen, door de rand van het Leenderbos.
helemaal de grote hele lus. En dit stukje manken bij voor zich. Door bij de manken bij voor zich volgens mij. Heb ik nog nooit gefietst. Maar nu is de gelegenheid die ik niet kan opgaan. Ook wandelaars. Bezig.